gaat er weer contact komen tussen jullie. Tussen jou en die persoon waar je nu aan denkt. Gaat er weer contact komen. Meegaan op de golven. Nou, dat is in elk geval een heel positief teken. En ook bevrijden is dat. Het geeft aan dat je doel in zicht komt. Dus je droom komt dichterbij. Meegaan op de golven geeft ook aan dat je nu succes hebt. Dus nu is de tijd dat je succes hebt. En dat je mee kan gaan op die golf van succes. Op die dolfijn. Nu heb je geluk. Nu gaat alles gebeuren. Dus het is een mooie periode die er aankomt. Vol met actie. En wat ik heel sterk voel is dat het de komende 2 weken. Dat er heel veel gaat gebeuren. Ja, dus dat wordt hier heel mooi bevestigd eigenlijk. Dus de komende 2 weken komen er heel veel acties, heel veel dingen die eigenlijk een beetje van buitenaf lijken te komen. Dus het zijn allemaal van die dingen dat je steeds zegt van, oh wat een geluk of wat een mooi toeval. Nou, toeval daar geloof ik echt helemaal niet in. Ik denk niet dat het bestaat. het is het universum wat dingen voor jou aan het regelen is, hè? En dingen ja, eigenlijk bijna in scène zet voor jou. Dus ik zie dat je echt een hele sterke connectie hebt met deze persoon. En een hele vurige connectie ook. We hebben heel veel vuur liggen. En een hele sterke aantrekkingskracht is er. Ik denk ook dat de communicatie die gaat komen. Ook heel vurig gaat zijn. Ik denk ook dat het jou gelijk in vuur en vlam zet. Dit is jouw soulmate. En jouw soulmate mist jou heel erg op dit moment. Mist jou heel erg, verlangt heel erg naar jou. En is al heel lang aan het wachten op jou. Op communicatie. Of tot de communicatie weer op gang komt. Deze persoon had gedacht dat jij allang weer een stapje richting deze persoon zou doen. En ja, dat heb je dus niet gedaan. En dat heeft jouw soulmate heel erg verward eerst. Dus eerst wist hij of zij niet goed wat er nou gebeurde. Hè? Hoe het nou verder moest. Want in het verleden ging het elke keer anders. Hè? Dan kwamen jullie elke keer wel weer bij elkaar. Dan kwam die communicatie weer op gang. En nu ja, helemaal niet. Dus dat heeft ja, hem of haar heel erg in de war gemaakt. En wist gewoon niet zo goed waar het naartoe moest gaan. En nu, nu is het eigenlijk alsof er een beslissing is gemaakt van nou, dit komt niet vanzelf goed. Dus ik ga nu in actie komen. Ik ga nu contact opnemen. En ik ga... kijk, nee is geen antwoord voor mij. Ik accepteer geen nee. Dus ik hou vol totdat het een ja wordt.
Het is voor jouw soulmate, is het de grootste droomwens om weer contact te hebben. Maar niet alleen dat, om ook verder een vaste relatie aan te gaan. Zelfs te gaan trouwen, zie ik hier. Dus echt een vaste lange termijn relatie aan te gaan. En hier zien we die communicatie komen. Ik zou inderdaad zeggen dat het in de komende tijd is. Hè? Inderdaad in de komende 2 weken. Dat die communicatie gaat komen. En het is heel standvastig. Wat ik net al zei. Hè? Dus nee is geen antwoord. Nee kan niet. Dus het is gewoon dit is wat ik wil. En ik accepteer geen nee. En ik blijf hier staan. Totdat je ja zegt. En ik denk dat dat toch gaat zorgen voor die doorbraak. Ik denk namelijk ook dat als deze persoon zo krachtig en zo zelfverzekerd eigenlijk voor je staat. Of misschien niet letterlijk voor je staat. Al denk ik eigenlijk van wel dat het letterlijk is. Dat deze persoon echt voor jou staat en dit zegt. Dat het voor jou ook super aantrekkelijk is als... Als deze persoon in die energie voor jou staat. Zeker omdat jij deze persoon ook heel erg hebt gemist. En dat het eigenlijk ook heel erg zwaar was voor jou. En ik denk niet dat het... met 1 keer weer allemaal helemaal goed is. Hè? Dus als je deze persoon 1 keer tegenkomt. Of 1 keer een interactie hebt. Dat dan gelijk alles weer goed is. Maar ik denk wel dat het de eerste stap is. Dat het de aanzet geeft tot meer. En juist door het serieuze en dat zelfverzekerde en dat serieuze in deze persoon en in die communicatie zul je zien dat het eigenlijk makkelijker is dan gedacht om weer met elkaar om te gaan. Hè? Om dat weer te laten terugkeren. Dat die hele connectie, hoe makkelijk je eigenlijk weer met elkaar praat en ook over alles praten. Het is bijna een voltooiing. Hè? Dus dat de cirkel rond is. En dat je weer hier bent gekomen. En een heel mooi nieuw begin hebt. Een heel mooi stabiel nieuw begin. Of het begin van een stabiele relatie. Hele mooie wederzijdse relatie. Hè? Gelijkwaardige relatie. Met een gelijk geven en nemen. Wederzijdse liefde, wederzijdse gevoelens. Alles in één. Hè? Huisje, boompje, beestje heb ik liggen. Het is alles. Het is stabiliteit. En een hele mooie voltooiing van nu. Nu ben je er. Dus super mooi. Als je een persoonlijke reading wilt aanvragen. Ik heb nog steeds een kortingsactie lopen. Dus kan via de link in de beschrijving van de video. En verder, hopelijk tot de volgende keer weer. Oké, dag.